In deze video bekijken we hoe we onze klasblog eh, verder kunnen opmaken. Standaard komen we dus op deze pagina. We klikken op Sign bewerken. Voor alle duidelijkheid, in deze video wordt niet uitgelegd hoe je een post maakt, maar hoe we eigenlijk de algemene eh, pagina's gaan opmaken. Goed, nu we gaan we eens even overlopen. Hè. Uh, hier vind je eigenlijk ja, de startpagina van onze klasblog. En het is die die we natuurlijk willen gaan opmaken ook. Je ziet hier verschillende lijnen verschijnen. Wel, je kan die meteen ook gaan verwijderen door hier op het kruisje te klikken. En dan kan je eigenlijk vanaf nul uh, volledig gaan herbeginnen. Voilà, kijk. Um, als je hier op klikt, zie je dat je verschillende elementen... Dat heb je in de video met de uh, post op de klasblog ook al gezien. En dat je verschillende elementen gewoon ook daar kunt gaan inslepen. Voilà. En als je er buiten klikt, buiten die stippenlijn kader, dan kan je eigenlijk deze foto die op de achtergrond staat gaan bewerken. Ja. Uh, of ook zelf dit gaan kiezen: indeling, vervangen, verwijderen kijk en dan kan je eigenlijk een volledige nieuwe indeling met een ja andere lettertypes en kijk ik zal nu eens bijvoorbeeld deze kiezen kijk dus een andere foto andere lettertypes kunnen die dan meteen opslaan en dan kan je die ook weer eh, verder gaan bewerken ja, en nu als je deze tekst wil gaan bewerken kijk dan hoef je er eigenlijk gewoon maar naast te gaan klikken en dan kan je die meteen ook gaan bewerken je ziet weer die lijnen van eh, daar juist ofwel zet je daar iets Bij. Hè, dat gaat. Um, ofwel oh, uh, ofwel verwijder je ze en, en voeg je zelf opnieuw zaken toe, natuurlijk. Hè. Ja. Um, nu, je moet wel goed beseffen: de startpagina van onze klasblog is deze, dus waarbij we alle ja, posts uh, gaan zien verschijnen. Het enige wat je hier kan gaan bewerken is dit gebied hè? dus het gebied met de foto op de achtergrond en de tekst ja? dus je gaat dan merken ook als ik hier kijk, bijvoorbeeld iets extra wil gaan toevoegen dan is het enige speelveld dat ik heb dit hier ja? hij duidt ook wel dit aan dat kleine vakje maar meer dan dat is het niet op deze pagina ja? voilà. nu als je toch de grotere ruimte van de webpagina wil gaan gebruiken dan kunnen we kijk bij pagina's naar de Who We Are page gaan. Je kan ook altijd die naam uh, gaan veranderen. En hier heb je veel meer speelruimte. Ja. We gaan terug op bouwen klikken. Kijk, en hier kan ik eigenlijk zoveel toevoegen als ik wil en kan ik de volledige ruimte van deze pagina gaan gebruiken. Kijk. Ja. Zie je? Dus op die manier kan je hier echt wel, ja, uh, heel veel uh, ja, vertellen over jezelf als klas natuurlijk. Hè? Met, met een video of met foto's en uiteraard met tekst. Want dat is de bedoeling toch op deze Who We Are page. Hè? Nu, als we klikken op pagina's terug en we gaan hier op het pijltje klikken, linksboven. Dan is er ook nog een derde pagina. Nu, in principe hebben we die niet nodig. Dus ik ga die in dit geval verwijderen. Hè? Kijk. En dan resteren nog de gewone klasblog Pagina en dan ook de Hoe we are page. Voilà. Ik denk dat dat zowat de belangrijke of de belangrijkste zaken zijn toch? Um, Onthoud goed, kijk, als je hier zit hè, en je kan kiezen tussen de verschillende pagina's um, en je wilt terug een pagina gaan bewerken, dan moet je gewoon linksboven klikken op bouwen. En dan krijg je weer al die bouwelementen. Zie je? Ben je tevreden over wat je al hebt gemaakt? Dan kan je gaan klikken op publiceren. En dan wordt jouw website gepubliceerd. Ja? Voilà. Als je hier dan op gaat klikken, dan kom je meteen eigenlijk op de online website. Voilà. Veel succes, mannen.